zeker zijn in Zeeland, zeker zijn van gelijke behandeling. Ik moet meteen denken aan de tunnel. Want sinds wij hier wonen, verbaas ik me er zo over dat iedere keer als je naar de overkant gaat, want zo heet dan Zeeuws-Vlaanderen, hier, dat je 5 euro neer mag tellen. En voor sommige mensen zelfs 10 euro. Dus als de jongens gaan voetballen in Terneuzen, als we naar Vestrok gaan in Hulst, als ik naar de biologische rozenkwekerij ga, iedere keer gaat die T-tag weer af. We hebben het geluk dat we het kunnen betalen. Maar de mensen in Zeeuws-Vlaanderen, 100.000 mensen, die moeten natuurlijk veel vaker datzelfde bedrag betalen en kunnen het helemaal niet allemaal doen. En ik wilde daarom eens vandaag gaan praten met wat Zeeuws-Vlamingen. Ik ben opgegroeid op Walcheren. Ik werk in Zuid-Beveland en ik woon in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik moet heel vaak door de toltunnel. En dat kost enorm veel geld. Ik beschouw het als een onrecht dat ik moet betalen om de hoofdstad van mijn eigen provincie te bezoeken en om de rest van Nederland te bezoeken. Heel veel zaken zijn hier weggegaan. Belastingdiensten, Kamer voor Koophandel, arbeidsbureau, wat er nu niet meer is. We zitten UWV aan de overkant. De marechaussee-kazerne, douaniers, allerlei dingen zijn weggegaan. En in het kielzog daarvan weer allerlei andere voorzieningen. Ja, die zitten nu allemaal voor ons achter een toltunnel. Je gaat heel eventjes, zoals jij ook misschien naar familie gaat, een paar uurtjes, ben ik daar gewoon geld aan kwijt. Ja, want hoeveel ben je ongeveer kwijt per maand? 60 tot 80 euro per maand, privé. Een aantal jaren geleden, dat mijn dochter, die werd opgenomen vanwege psychische problemen en die moest acuut opgenomen worden in Goes, in Kloetingen. Aangezien mijn vrouw overleden was en ik alleenstaand vader was, was ik eigenlijk de enige die haar bezocht. Dus moest ik 3-4 keer per week die tunnel door. Dat heeft me op 1,5 jaar tijd, ja, ik denk, rond de 4.000 euro gekost. De onderkant van de samenleving kan het niet betalen en die komen dat tegen. Daarom zijn er allerlei zaken die hier misgaan. Daarom is hier het hoogste eenzaamheidscijfer van heel Nederland. Ja, waarom? Omdat de mensen gewoon niet die beweging meer maken over wat ze normaal wel deden. Je voelt je opgesloten. Je voelt je gewoon opgesloten en oneerlijk behandeld. De rest in Nederland betaalt dat niet. Ja. Hey, wij betalen het al 17 jaar en als niemand wat doet, betalen we het nog 13 jaar. Die tunnel die zorgt echt voor een verscheurd Zeeland en 100.000 mensen aan de overkant die voor alles 5 tot 10 euro per keer moeten betalen. En dat gaat niet alleen over werk en winkelen en economische zaken. Het gaat ook over op bezoek bij vrienden. Het gaat over een uitkering aanvragen, opgaan voor je rijexamen. Heel veel voorzieningen zijn weggetrokken. En om bij die voorzieningen te komen, moeten mensen zich nu bont en blauw betalen. En dat is toch eigenlijk gaat het gewoon over gelijke behandeling. Het gaat over artikel 1 van de grondwet. Gelijke kansen voor iedereen. Dus ik ben wel heel blij dat de PvdA hier zo voor staat. Het lijkt me ook echt iets waar ik me heel hard voor ga maken.